het gevaar voor eigen leven nam het echtpaar Michiel en Immertje Kunne van Tunne in de Tweede Wereldoorlog het 7-jarig Joodse jongetje Loeki Israëls op in hun huis aan de Marelaan nummer 11. Het huisje stond hier. In overweging. Vrijheid, gelijkheid en zorg voor elkaar vormen het fundament dat we graag zien zonder gebreken. Inbreuk daarop, is al vaker gebleken, leidt tot onrecht en geweld. We roepen op daartegen op te staan. Wat zou jij doen? Wat zou ik doen? Zou ik mij tegen onrecht verzetten? 1, 2, ja hoor. Kijk. En we zaten met z'n allen in dit huis. De helft, hè? Tot de bomen. Dat andere grote gedeelte was van de buren. De Rijn staat erbij met z'n 12. Zullen we het voorstellen? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, die kleine Loek, hoe kwam die bij jullie? Op de fiets. En wie regelde dat? Via de ondergrond is hij bij ons gekomen. Ik heb het echt meegemaakt hoor. Ik heb alle dagen ben je met hem bezig geweest. Die meneer van de ondergrond, die woonde in de Wormerveer. Want die hebben we later, is hij bij ons op visite geweest. Maar die kwam op de fiets, daar uit de Haarlemmermeer, met dat Loekie op het stang. Zo is hij bij ons gekomen. Hoe oud was je toen? Ik ben van 35. Jaar of 8. Ja. Hij zat net tussen Gerard en mij in. Een nicht van mijn moeder had gezegd, ga maar naar Immertje toe. Daar kun je wel terecht. En die zei, of het 9 kunnen eten, die kunnen er 10 ook eten. En dan krijg je opeens een broertje erbij. Ja, wij kwamen uit school en daar liep een jongetje. En toen zeiden wij, wat is dat? Wie is dat? Dat is Loek. En die komt gewoon bij ons wonen, meer niet. Maar hij heeft erg veel met Gerard opgetrokken, hè. Gerard was natuurlijk al dezelfde leeftijd, een jaar verschil. En die waren altijd samen buiten. Dus dat was heerlijk voor hem. Maar hij was ook gewoon buiten aan het spelen. Hè? En dan kwamen die Duitsers gewoon over het erf, maar die hebben nooit in dat kind erg ingehad. En ging Loek hier ook naar school? Nee, die ging naar het klooster. Die mocht niet naar school. Nee. Die mocht bij de nonnen, kreeg je les. Maar ik vind dit heel mooi. Ja, jammer genoeg, Loek kan dit niet meemaken. Nee. Maar dat onderduiken, heeft hij daar na de oorlog over gehad? Nee, dat was altijd wel een gesloten boek, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft wel voor ons, dat was de aanleiding, dat boekje door Koen van Harte laten optekenen, De Zorg. Om ons ook te vertellen over die periode. Maar we hebben er eigenlijk nooit zo over gesproken. Dat vond hij moeilijk. Maar er waren wel momenten dat, zeker toen hij wat ouder was en gepensioneerd, ook naar aanleiding van het boekje, dat hij bijvoorbeeld de Yad Vashem-uitreiking in Amsterdam voor de familie Kunne. En daar was hij vol van. Dat vond hij heel belangrijk om dat goed te doen. En dat heeft ook indruk gemaakt op ons als familie. En sowieso de hartelijkheid van de hele familie Kunne, die je dan voor het eerst ontmoet eigenlijk als dochter en zo. Dat was toen, dat kan ik me nog goed herinneren, dat was heel uniek. En hoe voelt dit nu, die plaquette? Ja, heel bijzonder. Ja, heel mooi. Ik denk ook dat mijn vader hier heel erg trots op zou zijn. Dus hier, dit had hij prachtig gevonden. Ja, dus heel jammer dat hij dit niet heeft geweten. Maar de familie Kunne heeft hij heel duidelijk op zijn netvlies gehad. En eigenlijk wel zijn hele leven. Dus dat is wel een hele mooie gedachte.